Ja, dan naar de wedstrijd die morgen gespeeld wordt door Ajax. Natuurlijk in de Champions League. Johan heeft geroepen van dat wordt een appeltje-eitje voor Ajax. Dat Atalanta Bergamo kan er niet zoveel van. Wat vind jij ervan? Wie zit er? Johan. Als je iets durft te zeggen, dan komen die wielenbeelden weer. Nou, laat dan die wielenbeelden maar zien. Denk jij appeltje-eitje? Je bent er niet goed bij je hoofd, zeker. Dat zei hij. Ik denk dat Ajax daar gaat winnen, ja. Moeiteloos. Ja. Ja. Ja, dat kan best wel. Dat ze gaan winnen, maar het is geen appeltje-eitje. Hè? Nee, iedere Italiaanse club is naar om tegen te spelen. Maar dat thuisvoordeel is er voor Atalanta ook niet. Ja, maar jongen, en ik denk dat Ajax veel meer voetballend vermogen heeft. Wat? Kijk, hij heeft hier gezopen, hoe zit dat? Jan. Hey, dat is een goede ploeg, man. Dat is niet de man. Ik heb zitten kijken een maand geleden Juventus-Atalanta. Die hebben gewoon Juventus weggespeeld. Ja, en niet zo beetje ook, hè? Dat weet ik wel. De eerste helft hebben ze ze echt met de rug tegen de muur gezet. In eigen stadion, hè, dat Juventus. Gelijk. Ja, Jan, maar nee, kijk, ik wil niet denigrerend doen. Nee, maar drie gewone, normale, middelmatige Nederlandse voetballers hebben daar een vaste basisplaats. Ja, maar ze spelen gewoon goed. Echt, laatste week iets minder, hè? Nee, Napoli tegen Sampdoria. Was... Ja, maar dat deden, geloof ik, zeven niet mee, geloof ik. Nee, dat deden een heleboel niet mee. Nee. Dus hebben ze in principe een beetje laten lopen. Maar als je dan tegen, was het? Mitjesland. Ja. Ik ga er echt voor doen je mel. Nou doe je net alsof... Hey. Wat zit jij nou te lachen, joh? Trekpop. Hey. Dit is Legoland. Ja, Legoland. Legoland. Ja. Nee, maar tegen Micheland, daar had je het over, toch niet? Ja, toch? Die wedstrijd bedoel je? Er speelt helemaal geen klote meer, wat jullie zeggen. Emiel ook niet meer gekomen, Emiel? Emiel is niet meer gekomen. Nee, maar ik kom ook niet meer. Daar hebben we geen klachten over gehad. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.